collega's, welkom weer voor deze voortzetting van het IPCO. Nu met als eerste onderwerp klimaatverandering, Parijse klimaatakkoord en energie. Want dat hebben we vanmorgen afgesproken. Ik meld dat de collega's van de Eerste Kamer stemmen zijn. En ik vermoed dat die zo een aantal van hen komen binnendruppelen. Voor de Tweede Kamer geldt weer dat wij straks gaan stemmen. Dus dan zijn de leden van de Tweede Kamer even weg. Excuses daarvoor. En nu het onderwerp zelf. We hebben vanmorgen vastgesteld wat we het ongeveer over gaan hebben. Wie kan ik als eerste het woord op dit onderwerp geven? Meneer Bosman. Ja, voorzitter, we hebben in de commissie gesproken over hoe nu verder. En we hebben natuurlijk het akkoord van Parijs, het klimaatakkoord van Parijs, waarbij de landen en het Koninkrijk der Nederlanden eigenlijk een verdragsondertekenaar is geweest, waarbij we van de verschillende landen vragen, zet dat nou eens om in eigen verantwoordelijkheid en wat ga je bereiken? Nou, Nederland is bezig met het omzetten naar de klimaatdoelstellingen. En zo moeten ook Aruba, Curaçao en Sint Maarten dat doen. Om te kijken hoe wij als koninkrijk, want dat moeten we allemaal bij elkaar optellen, voldoen aan die eisen van Parijs. Het is dus niet een gegeven dat als Nederland maar voldoende doet dat de rest niks hoeft te doen. We zullen dat met z'n allen moeten doen. Nou weet ik wel dat op de eilanden die ambitie misschien wel nog groter is dan bij ons. Is de potentie misschien ook wat handiger en wat beter. En dat geeft dus het andere deel van wat we hebben besproken. Is dat op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en ook Bonaire en ook Saba. Er veel meer mogelijk is om vernieuwende technologie in te zetten. Om te kijken wat we ermee kunnen. Een proeftuin voor vernieuwende industrie. Die de duurzame energie nog een stap verder zou kunnen brengen. En dat zijn zaken dat we als koninkrijk misschien op zouden kunnen pakken om op die manier aan de slag te gaan. Dus dat is eigenlijk de kern vanuit zowel klimaat als zijnde energie. En natuurlijk, de discussie was vanochtend ook even aan de orde vanuit meneer Rosaria van ja, maar klimaat is meer dan alleen energie en dat klopt ook. En in Nederland zijn we ook aan het kijken hoe doen we dat met landbouw, hoe doen we dat met veeteelt, hoe gaan we om met methaan of met gist, mestvergisting. Om op die manier gebruik te maken van slimme dingen. Nou, is op Curaçao ook een mooi voorbeeld van, zijn ze ook mee bezig. Dus al die zaken zijn breder, maar dat zijn wel zaken hoe we van elkaar kunnen leren. En soms moeten we ook de keuze maken, zeggen, nou, als er een pilotproject is, laten we dan eens kijken of we dat op een van de landen in het Koninkrijk kunnen doen die dat best geschikt voor is. Dank. Wie zullen we dan eerst? Het lampje brandt niet. Ik denk dat... Ja, nu wel. Nou, inderdaad, dat hebben we even besproken in de commissie. Het is wel belangrijk dat al de vertegenwoordigende lichamen van de verschillende landen erop aandringen bij hun regering dat inderdaad elk land een klimaatveranderingsstrategie document heeft. Want dan is het moeilijk samenwerken als je dat niet hebt. Het tweede is en dat elk land ook een energiebeleid heeft. Dus Curaçao's energiebeleid is in de markt. Die van Aruba is reeds klaar. Ook die van Sint Maarten. Van Nederland moeten we nog ontvangen, zodat wij op parlementair niveau kunnen afstemmen. En dat wij ook projecten kunnen identificeren waarbij mogelijke samenwerking tot stand kan komen, zowel bij de op experimenteel basis, maar ook bij uitvoering van projecten, maar ook financiering van projecten uit fondsen van de landen zelf, maar dat wij ook aanspraak kunnen maken uit fondsen van de Europese Unie. Want de 11e Europese Development Fund, ontwikkelingsfonds, die gaat juist over klimaatsverandering en alternatieve en duurzame energie. Dus het is zaak dat wij echt die basisdocumenten in ons bezit hebben, zodat wij in onze commissie energie en energie en klimaatsverandering het een en ander kunnen afstemmen, zodat wij ook vanuit de parlementen onze regeringen kunnen aansporen, maar ook monitoren van de ontwikkeling bij de uitvoering van zulke projecten. Je hebt dus op twee niveaus. Je hebt op beleidsniveau en dan krijg je ook het uitvoeringsniveau. Dat zijn meestal utiliteitsbedrijven wat betreft energie. Maar wat betreft
alle overige aspecten van klimaatverandering. Dan, bij ons zijn er zeker 5 ministeries betrokken bij het zij de mitigatiestrategieën, het zij bij adaptatiestrategieën van de klimaatveranderingsfenomeen. Bijvoorbeeld building codes of bouwcodes, die moeten gaan veranderen. Want wij hebben altijd gebouwd zonder rekening te houden dat temperaturen kunnen stijgen. Maar het gaat ook om besparing van energie. Wat moeten wij doen aan onze bouwcodes, constructiecodes, die dateren vanuit 1929, zodat we energie gaan besparen en dat we zuiniger met energie kunnen omgaan. Maar het gaat ook om het verhogen van het waterniveau. We hebben mangroven. In feite moet je de mangroven dan niet gaan kappen. Je moet eigenlijk meer gaan planten aan mangroven. Eventueel later, op een later tijdstip, moeten we ook kijken naar onze havens waar het zeewaterniveau kan stijgen. Maar zo heb je ook gebruik van elektrische transportmiddelen. En dan heb je natuurlijk verschillende areas, ook behoud van je koralen. Dat is ook het gaat om duurzaamheid, maar ook je visstand kan je promoveren. En daarbij, en hier krijg je een voorbeeld waarbij mitigatiestrategieën afhankelijk zijn, soms adaptatiestrategieën kunnen bevoordelen. Een voorbeeld daarvan, om de uitstoot van CO2 te verlagen, kom je met alternatieve energieprojecten. Eén daarvan is de diepzeewaterpijp, dat is SWAC. Dus je haalt eigenlijk koud water uit de zee en dat gebruik je voor koeling, waarbij je een besparing van energie optreedt van ongeveer de 30%. Maar omdat je de diepzeewaterpijp hebt, kun je ook ocean thermal energy conversion doen. Dat betekent dat men dan gebruik gaat maken van het verschil in temperatuur op zeewaterniveau en het koude water uit de diepte, waarbij je dan elektriciteit gaat opwekken, maar op hetzelfde moment krijg je ook een heleboel gedistilleerd water die beide kunnen worden gebruikt, zoals de koud water als gedistilleerd water voor landbouwprojecten. Dus je ziet dus een mitigatiestrategie door verlaging van de CO2, strategie om de verlaging van de CO2 te bewerkstelligen, direct invloed ook heeft op adaptatiestrategieën zoals voedselproduct. Dus ze zijn aan elkaar gerelateerd. Ze zijn niet onafhankelijk van elkaar. Er zijn strategieën om klimaatverandering, hetzij de effecten te mitigeren of de effecten tegen te gaan, kan je zeggen. Aan de andere kant heb je dus de adaptatiestrategieën die samen met de mitigatiestrategieën tot een geheel vormen. Dus ze zijn in 2 manieren zijn ze van elkaar afhankelijk. Als strategie, maar ook er zijn interrelaties tussen projecten die uit beiden voortvloeien. Het is daarom dat je dat als 1 commissie moet behandelen. Klimaatverandering en energie. Die eigenlijk moet ze samen gaan, zodat je een geheel krijgt. Het laatste woord is, dus wij moeten, en ik denk dat het in de slotverklaring moet komen, dat de regering zo snel mogelijk een basisdocument climate change moet produceren. Dus dit is van Curaçao. We zullen het zo direct laten verspreiden via e-mail, maar er moet ook een energiebeleid komen van elk land. Curaçao is daarbij nog schuldig, maar Nederland ook in dat geval. Ik denk dat we dan een goede start kunnen gaan, eenmaal dat de documenten er zijn, en dan de volgende keer in de IPCO zullen wij echt de aanknopingspunten gaan identificeren. Dank. Ja. Ik heb 2 vingers en 1 opmerking. Om met de opmerking te beginnen, ik hoor u al zeggen, we zouden in de afsprakenlijst die kant op moeten. Laten we zoveel mogelijk nadenken inderdaad waar we willen eindigen met dit IPCO. Wat kunnen we afspreken? Waar kunnen we de regering toe oproepen? Wat is de ambitie? Nou, laten we eens kijken hoe ver we komen. Meneer Rosaria, daarna mevrouw Van Tongen. Bedankt. Ik zal verder niet op ingaan van het samenvoegen van die 2 commissies. Maar ik wil wel steten dat ik niet eens ben met het samenvoegen. De voordelen zie ik niet als voordelen. Maar wat mij een punt van zorg bij klimaatverandering is dat wij nu op Curaçao van alles en nog wat importeren. Dus er zijn geen wetgevingen om hier ook in Nederland, misschien, ik weet het niet. Maar in ieder geval in Curaçao importeren we van alles en nog wat. Ik wil graag weten van de Nederlandse zijde of er een lijst bestaat met de huidige wetgeving
over bijvoorbeeld technische handelsbelemmeringen die bestaan in Nederland of Europees verband. Specifiek om onze ecologie te beschermen. En ook of er importverboden zijn. Ik denk nu aan bepaalde insecticides. Ik denk aan bepaalde types van auto's, van voertuigen, et cetera. Wij in ieder geval zijn heel geïnteresseerd om daarna te kijken en om nodig, als het nodig is, wetgeving te introduceren ook. Om bepaalde dingen niet meer te importeren binnen onze grenzen. Bedankt. Dank, meneer Rosario. Mevrouw Van Tongeren. Ja, voorzitter. Ik kan in beide optieken mij vinden of het één werkgroep is of twee. Wij dachten vanmorgen dat het efficiënter zou zijn om ze samen te voegen, maar de opmerkingen kloppen. Natuurlijk is klimaatverandering treft een breder terrein dan alleen energie, maar energie is er wel een fors aandeel in. Dus wat de groepen maar willen, ik dacht dat het wel heel efficiënt zou zijn om samen te werken. Ik heb eigenlijk twee vragen. De ene is, we hebben het de vorige keer ook over bewustwording gehad. Hoe zit het met de bewustwording op klimaatterrein bij de verschillende bevolkingen? En kunnen we wat van elkaar leren? Kunnen we elkaar daar ondersteuning op aanbieden? Dus dat zou misschien iets zijn om met z'n allen naar te kijken. Bij de uitvoering van het klimaatverdrag, we hebben daar een hele specifieke verplichting zijn we aangegaan als Koninkrijk, om met een individueel plan te komen hoe wij onze doelstellingen halen. En mij leek het handig dat daar een per land, dat wij als Kamerleden, als parlementariërs vragen om een coördinerend bewindspersoon per land. Dus dat er duidelijk iemand is die moet helpen om te zorgen dat we aan de verplichtingen van dat verdrag voldoen. Daar zijn we in Nederland geloof ik ook nog niet helemaal uit. Maar dat is een gedachte waar ik ook mee zou spelen. En ondertussen is het gelukt om in Nederland op dit terrein twee moties aan te nemen die als het goed is verspreid zijn. Maar de ene zegt dat we binnen het Koninkrijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor het implementeren van het klimaatverdrag. En dat het Nederlandse parlement de Nederlandse regering vraagt om de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen bij het uitvoeren hiervan. Daar hebben we het informeel ook al over gehad, maar dat hebben we dan als Kamer ook formeel vastgelegd. En we hebben ook geprobeerd om rond de Isla-raffinaderij soortgelijke, als daar behoefte aan is, ondersteuning te regelen door te zeggen dat de Nederlandse dienst Centraal Milieubeheer, als daar interesse in is, kan helpen om handhavingstrainingen te geven. Zodat bij de Isla-raffinaderij, als men dat wil, nog meer dan nu al het geval is, op handhaving ingezet kan worden. Dus dat zijn ook mogelijkheden waardoor we elkaar over en weer binnen het Koninkrijk kunnen steunen. En verder, ja, ik kijk uit naar hoe we met z'n allen inderdaad flinke exportkansen kunnen maken op energieterrein, werkgelegenheid kunnen creëren in het hele Koninkrijk en een vuist maken tegen klimaatverandering. Dank u wel, voorzitter. Dank. Ja, wat betreft die moties, daar kunt u naar verwijzen op het moment dat u in gesprek bent natuurlijk met de Nederlandse overheid. Want een Kameruitspraak, daar moet op een of andere manier invulling aan gegeven worden. Ik heb één vraag, omdat ik dat zelf niet weet, maar misschien anderen ook niet. Is het Koninkrijk gehouden bij het Klimaatverdrag in Parijs of zijn dat de verschillende landen binnen het Koninkrijk? Volgens mij is alleen het Koninkrijk verdragspartner. Het Koninkrijk tekent het verdrag en daarmee krijgen we een onderverdeling naar de landen toe. Ja. Want het Koninkrijk in zijn geheel moet voldoen aan het verdrag. Ja, precies. Dus de eerste opmerking van mevrouw Van Tongeren, van per land moet er dus iemand zijn die dat traject begeleidt, is eigenlijk nog evidenter, omdat het Koninkrijk gehouden is. Nou is waarschijnlijk Nederland, Europees Nederland, te ver uit de grootste vervuiler. Maar Ik heb meerdere vingers en ik wil in eerste instantie even naar Aruba gaan, meneer Bosman. Daar zijn twee vingers. Ja. Meneer Hardé en... dames eerst, ladies first. Ga u gaan. Ik kan proud zeggen dat onze minister-president deze thema op Aruba trekt. En hij heeft zelf dit verdrag ondertekend voor het Koninkrijk. Dus we zijn zo proud van hem. En we zijn al jaren bezig met deze thema.
sinds 2009 zijn we bezig. Aruba heeft reverse osmosis, Aruba heeft waste to energy. Aruba is bezig met de VN en samen met TNO van Nederland. We hebben een gedeelte van TNO in Aruba. En Aruba is bezig met de VN. We hebben nu een kantoor opgericht in Aruba voor de VN, die met de SIDS gaat bezighouden. En we hebben net een conferentie van alle kleine small islands developments in Aruba in maart gehouden. Dus we zijn heel als deel van het Koninkrijk de frontrunner van deze thema. Dank je. Dat is goed te horen, meneer Herre. Ja. Dank u, meneer de voorzitter, en goedemiddag iedereen. Klimaatverandering, energie, ik heb geen bezwaar tegen het samenvoegen. Het zijn onscheidbare onderwerpen. Als je kijkt naar de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, dan zie je hoe breed het is en dan zie je ook hoe centraal energie in het geheel past. Wat Aruba betreft, meneer Bosman zei het net, onze ambities zijn misschien groot. Ja, heel groot. Arubaanse ambities op terrein van duurzaamheid, van energie, van vernieuwbare bronnen is groot. We hebben als doel gesteld, en internationaal worden we daar ook op aangesproken, om per 2020 100% CO2-vrij energie op te wekken op Aruba. 100%. Dat is een hoge ambitie. En we werken hard aan om dat te bereiken. Maar het is niet zomaar een doelstelling. Het komt voort uit puur noodzaak. Puur noodzaak. Dat was nog voor de duurzaamheidsconferentie. Waarom? Als je kijkt naar de Arubaanse begroting, wij geven meer dan 350 miljoen gulden uit per jaar. Dat is bijna een kwart van de begroting aan import van aardolie en producten voor energieopwekking. Dat is gewoon te hoog. Terwijl wij met de nieuwe technologie oneindig bronnen van water, zon, wind kunnen gebruiken. Dus dat puur noodzaak. Een tweede behoefte was het behoud, zelfbehoud van het eiland. Wij zien nu heel concreet hoe klimaatverandering, de natuur en daardoor het leven zoals wij het kennen op Aruba in gevaar brengt. Een paar centimeter verhoging is al direct een bedreiging voor onze toeristische economie. Direct. Gewoon. Onze toerisme ligt aan strand. En als daar iets verkeerd gaat, dan gaat de hele economie. Dus voor ons is het gewoon brood nodig om eraan te werken. Dus het is niet verwonderlijk dat wij al heel gauw terecht zijn gekomen bij het onderwerp van duurzaamheid. Duurzaamheid op alle terreinen. En dat heeft ons meteen ook gebracht tot de doelstellingen, de 17 doelstellingen op het terrein van duurzaamheid van de Verenigde Naties. En dat behelst alles. Ik noem er een aantal. Schone, duurzame energie. Ongelijkheid. Beter onderwijs. Leven onder water, leven op het eiland zelf. Energie, ik pak zomaar decent work and economic growth. We moeten voor economische groei zorgen, maar het moet wel in een eerlijke, gelijkwaardige manier en duurzaam. Dus voor ons is het niet zomaar leuk meedoen aan leuke projecten internationaal. Het is voor ons broodnodig. Duurzaamheid is voor ons essentie. Dat brengt ons tot samenwerking. De moties van mevrouw Van Tongeren, die daar hebben we al over besloten om die op Aruba ook aan te nemen. Soortgelijke moties. Ter ondersteuning van wat mevrouw Van Tongeren doet, maar ook om een signaal af te geven dat niet alleen onze doelstellingen, maar dat het een koninkrijksaangelegenheid is.
minister-president heeft recent nog namens het Koninkrijk in Washington, in New York getekend. En dit zijn de onderwerpen die bij ons op agenda staan. Wat voor ons belangrijk is en wat betreft de samenwerking, naast de moties die volgens mij wij allemaal moeten onderschrijven, keuze maken uit die 17 terreinen van de Verenigde Naties. Als wij daar een keuze uit maken en dan concretiseren wij meteen met z'n allen binnen het Koninkrijk hoe wij gaan samenwerken. Wij werken samen op een aantal terreinen. Neem maar onderwijs, neem maar volksgezondheid. En zo zijn een aantal die ook tot de 17 prioriteit van de Verenigde Naties. Maar we kunnen heel specifiek ook wat betreft klimaat, omdat het zo belangrijk is voor ons, heel concrete stappen nemen. Bijvoorbeeld in deskundigheidsonderdeling, training en programma's opzetten, zoals mevrouw Van Tongeren net aangaf. Dus ik zie dit onderwerp als een zeer welkome. En ik kijk even naar mijn collega Andy Bikker, die het vaak heeft over low-hanging fruits. Dit is er een van. Dank u wel. Goed. Ik ga eerst even naar Sint Maarten, die hebben we nog niet gehoord. En daarna meneer Bosman. Een herhaalde oproep, laten we het fruit dan wel plukken. Mevrouw Williams. Dank u wel, meneer de voorzitter. En een goede middag iedereen. Twee vragen die eigenlijk aansluiten bij hetgeen door de diverse sprekers naar voren is gebracht. Met betrekking tot de COP21, dus de klimaatverandering, protocol, overeenkomst die is getekend te Parijs. Weten wij al hoe het Koninkrijk dat zal benaderen, gegeven het feit dat inderdaad het Koninkrijk heeft getekend als een der landen die de overeenkomst hebben getekend. Maar wie gaat wat doen? Wie neemt de regie in handen, zodat we allemaal kunnen meewerken en samenwerken aan de volbrenging van wat overeengekomen is in de COP21. Dat is mijn vraag, want bijvoorbeeld de regering van Sint Maarten, die weet natuurlijk van de ondertekening ook door het Koninkrijk en heeft het eigenlijk een beetje daar laten hangen. En terwijl Sint Maarten een energiebeleid heeft, daarin ook bepaalde doelstellingen zijn opgenomen. Mijn vraag is heel concreet, weten wij hoe de uitvoering, naleving van de COP21-overeenkomst voor het Koninkrijk zal worden gedaan? Dat is een heel belangrijke vraag, want inderdaad, het Koninkrijk heeft getekend, die heeft het voortouw daarin, maar alle landen moeten daartoe bijdragen. Dus ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we dat te weten komen, zodat niet iedereen doet wat men denkt te doen, te moeten doen, individueel. Maar voor wat betreft de uitvoering hiervan, afwacht wat het Koninkrijk doet of niet zal doen. Dus ik denk dat we dat te weten. Wie neemt de regie in handen, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken voor wat dat betreft? Dat is één vraag. En de regering van Sint Maarten heeft ook aangegeven dat de 6 Nederlandse SIDS hebben gewerkt aan een protocol. Ook voor wat betreft klimaatverandering. Weten, en nu kijken we vooral naar de andere landen. Weet iemand anders daarover wat precies, hoe ver men is met dit protocol? Ook dat zou moeten worden meegenomen in dit verband. Dus meneer de voorzitter, eigenlijk die twee vragen en ook opmerkingen eigenlijk. Bedankt. Dank. Dan kan ik me voorstellen dat wij op... Stel ik nu even als werkvoorstel voor dat we de regeringen vragen regie te organiseren op de uitvoering van het verdrag van Parijs. En ik verzoek andere leden daarop te reageren om dat op één zo ongeveer in de afsprakenlijst te doen terugkomen. Meneer Bosman. Ja, voorzitter, sluit aan op mijn punt. Want ik ben een beetje op zoek naar, als we het in de procedure gaan doen, van op zoek naar één coördinerend minister. Ik denk dat het heel simpel is dat ieder land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid met erin de plannen die ze willen hebben en de doelstellingen die ze willen halen. Het lijkt mij goed dat wij dat hier jaarlijks terug laten komen om eens gezamenlijk te spreken. Joh, waar staan wij met alle landen? We hebben een aantal doelstellingen. Wat is het pad ernaartoe en waar sta je nu? En dat kunnen we hier prima bespreken volgens mij. En daarmee hebben we een gezamenlijke toets van het Koninkrijk, waarin we daar prima uit kunnen komen
wat er aan de hand is. Dat voorkomt ook dat we op zoek moeten gaan naar iemand die regie heeft over iets waar we niet... Normaal, Nederland heeft geen regie over Aruba, Curaçao of Sint Maarten ten aanzien van hun eigen doelstellingen. Moeten ze vooral zelf doen, zelf de ambities neerzetten en zelf invullen. Maar dan gaan we elkaar wel op aanspreken. En daarom is van belang, wat meneer Solvran ook zegt, zorg nou dat je je eigen klimaatdoelstellingen hebt neergezet, het pad ernaartoe, de ambities die je hebt. En dan gaan we hier elkaar gewoon op die feiten, de afspraken die je met jezelf gemaakt hebt, gewoon aanspreken. Zeggen, dit was het plan wat je zelf had. Waar sta je nu en hoe kom je nou verder? Of waar ben je achtergebleven? En hoe kunnen we elkaar helpen? Ik denk dat dat de meest ideale manier is, dan te zoeken naar een structuur waar iemand regie heeft binnen een hele cluster van landen die allemaal hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Dus dat zou mijn voorkeur zijn. Ik vind wel dat we de regering kunnen vragen van, maak dat pad dan duidelijk voor ieder land. En dan gaan we elkaar daar op bevragen. Ten aanzien van de heer Rosaria zijn vraag over wetgeving. Ja, we hebben wetgeving. Is ook heel veel Europees. Alleen mijn vraag is, bent u op zoek naar een voorbeeldwetgeving? Want ik kan me voorstellen dat ieder land zelf kan zeggen, joh, maar wij werken naar allemaal elektrische auto's in 20 jaar of 10 jaar. En zeggen, nou, wij stoppen met de import. Dat kan je als Aruba, Curaçao of Sint Maarten volgens mij prima zelf zeggen. Of zegt u van, ik ben op zoek naar voorbeeldwetgeving die wij kunnen gebruiken als... dat maakt het handiger voor ons om dat soort wetgeving te implementeren. Ja, dat waren een aantal directe vragen aan meneer Solvaria, maar meneer Silveran heeft zijn vinger al eerder. Ik ga via meneer Silveran naar meneer Rosaria, naar mevrouw Weske. Oké, eventjes over de vragen van mevrouw Westcott. We hadden het over in de werkgroep. Sowieso, basisuitgangspunt is dat je een climate change document maakt als strategie waarbij je rekening houdt met de eisen vanuit het Parijsakkoord. Dus dan zit je al op weg. En de vraag is dan of je ook op een hoger niveau, niet alleen vanuit de parlementen, maar dat je de bestuurders ook bepaalde dingen laat afspreken. Dat betekent dat je dan, en dat is het verhaal van mevrouw Van Tongeren, want de climate change eigenlijk op Curaçao en zeker bij alle landen, het raakt zeker 5 à 6 ministers. Dus het is moeilijk om met 18 ministers of 32 ministers te vergaderen. Dat betekent dat er een coördinerend minister moet zijn die even afstemt op landelijk niveau tussen Aruba, Sint Maarten. Elk land wijst aan een coördinerende minister. Dat kan je eventjes coördineren. 1 keer per jaar ontmoeten ze elkaar en kijken wat de voortgang is. En het parlement doet dat ook. Over de vraag over het akkoord in Brussel. Ik dacht, het was 15 juni 2015... hebben alle LGO-landen zich verbonden dat ze zouden samenwerken op klimaatverandering en alternatieve energiegebied. Ze gaan altijd samen in dat document. Dan zie je dat ook dat ze niet gescheiden zijn. En ik dacht dat de minister-president Whiteman toentertijd voorzitter was van de OCTA, de Overseas Countries and Territories. Dat document, volgens mij hebben wij dat document in het parlement. Misschien moeten we dat even uitdelen. Waar daarin staat hoe zij ook de Europese fondsen zullen gebruiken op die terreinen. Dus er is veel werk te verrichten. Ieder land moet zichzelf organiseren, zowel een energiebeleid hebben als een klimaat change strategy document. Dat moet je sowieso doen. En hoe organiseer je in jouw land het totaal dat die projecten inderdaad worden geïdentificeerd en uitgevoerd? En hoe ga je samenwerken tussen de landen door projecten te identificeren waarbij bij sommige projecten je de landen gezamenlijk projecten moeten indienen? Er zijn een paar fondsen waarbij je niet als enig land kan dienen, maar je moet gewoon samenwerken met landen in het Caribisch gebied. Dan heb je de territorial envelope, dan heb je de regional envelope, je hebt de LGO envelope en dan heeft Guadeloupe ook de Interreg. Guadeloupe heeft 60 miljoen euro, maar ze zijn geforceerd, gedwongen om met andere Caribische landen of LGO-landen samen te werken op alternatieve projecten en climate change projecten. Dus er is veel werk te verrichten. Het is een kans, dat zeg ik. Het is een kans om zowel Aruba, Curaçao als benedenwens eiland, maar ook Sint Maarten als bovenste eiland te vormen tot een soort model van energiealternatief experimenten en projecten, waarbij samenwerking moet plaatsvinden tussen de universiteiten van Nederland, maar ook de universiteiten op Curaçao, maar ook utiliteitsbedrijven zoals Aqualectra en GB, samen met universiteiten van Delft, Twente, ik zeg maar iets wat. Dat je daardoor, zijn we nu bezig om de universiteit een economische zone voor technology transfer te maken, waarbij
bedrijven daar zich kunnen vestigen en gaan experimenteren. En dan gebruik ik weer het voorbeeld. De minister Jandim, de minister van Financiën, heeft 2 maanden geleden een memorandum van understanding ondertekend waarbij Cuba aan de weet wil komen, of van ons. Ze willen dat wij hen leren, moet je eens voorstellen, hoe je met windenergie omgaat. En wat kunnen zij daar doen? En dan hebben ze ook ondertekend dat zij eigenlijk Curaçao willen gebruiken als pilot op kleinere schaal, dat er alternatieve energieprojecten worden ontwikkeld en daarna zullen ze het op grotere schaal invoeren. Dus bij uitstek zijn wij, het is een hele grote kans voor al onze landen. Sint Maarten en de Bovenwinsten als model, als voorbeeld. En dan Curaçao en Aruba ook als voorbeeld in een samenwerkingsrelatie met Nederlandse universiteiten en de Nederlandse regering en EU-fondsen, etc. Dus ik denk dat we die richting op moeten gaan. Thanks. Meneer Rosario, u was een directe vraag gesteld. Ja, meneer Bosman die is net weg. Maar in ieder geval heeft hij mij gevraagd of ik die wetgeving als voorbeeld zou willen krijgen. Ja, dus dat zou ons werk ook faciliteren terug in Curaçao. Dan gaan we dat aan hem doorgeven. Mevrouw Wiskert-Williams. Bedankt en een korte reactie, maar omdat het gedeeltelijk al is beantwoord door de heer Soelvarang. Maar het gaat mij om de commitment die is gemaakt in de COP21. Niet om de verantwoordelijkheden van de landen over te nemen, maar de vraag is hoe zorgen wij dat alle bijdragen tot het naleven van die commitment tezamen terugkomen en teruggevoerd worden bij onder andere de COP21 of andere monitoringssystemen die er zullen zijn. Dat is het punt eigenlijk. Niet om voor de andere landen te gaan doen. Het is een commitment van het Koninkrijk. Daartoe dragen alle landen bij. En hoe zorgen wij dat de hele productie van alle landen van het Koninkrijk in het kader passen van de COP21? Dat was het punt. Lijkt mij een goed punt, mevrouw Van Tongeren. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, precies aansluitend hierop lijkt mij het een goed voorstel om te kijken of alle landen 1 coördinerend bewindspersoon kunnen aanwijzen. Hey, parlementariërs kunnen daartoe oproepen, maar we kunnen het ook gewoon elkaar vragen. Omdat je dan helder hebt, bij ons is het staatssecretaris Dijksma die de verantwoordelijkheid heeft voor het uitvoeren van COP21. En ik denk dat het makkelijker wordt. Er zijn hele goede kansen om fondsen aan te boren, om daar, dat werd net helemaal uitgebreid uitgelegd, om dat voor elkaar te krijgen. Bij bewustwording kunnen we elkaar helpen. En ik denk dat dat hele proces om te voldoen aan het verdrag wat we als Koninkrijk ondertekend hebben, het soepelste verloopt als we per land een duidelijk aanspreekpunt hebben in de vorm van een coördinerend bewindspersoon. En dan is de vorm en hoe je daartoe komt is natuurlijk aan elk land zelf. Maar dan weten we als parlementariërs, deze mensen kunnen we met informatie voeden, deze mensen kunnen we aanspreken, dat wij zorgen dat COP21 uitgevoerd wordt. Want dat is voor Nederland van belang, maar voor die andere landen, zoals net keurig geschetst werd, qua landbouw, qua voedselvoorziening, qua transport, qua toerisme, nog veel sneller, echt een nijpend probleem dan het al is voor Nederland. Dus ik zou heel blij zijn als iets in die geest, qua formulering in de eindresolutie, dus opgenomen zou kunnen worden. Dus dat zou ik willen voorstellen. Goed. Ik zie in ieder geval consensus dat we iets in die geest gaan opschrijven. Daar is natuurlijk precies de vraag in welke geest precies. Dat is in ieder geval de oproep voor alle landen om een coördinerend minister aan te wijzen. Zodat de landen onderling in overleg kunnen treden. Hoe uitvoering te geven aan de COP21 overeenkomst. Dat lijkt me ook wel noodzakelijk, omdat het Koninkrijk zich verbonden heeft. Dus er moet toch een zekere afstemming zijn hoe het Koninkrijk daaraan gaat voldoen. We hebben altijd de moeilijkste opdracht gegeven aan de griffier. Als we de griffiers vragen hier een mooie afspraak over op te schrijven, dan geef ik nog het woord aan meneer Gansvoort. Ja, ik wil er graag nog één aandachtspuntje toevoegen. We hebben het namelijk uiteraard over de 4 landen... Maar met het land Nederland hebben we nog in die zin een bijzondere situatie, dat we ook de verantwoordelijkheid hebben voor 3 Caribische eilanden, onze openbare lichamen. Die in een aantal opzichten voor precies dezelfde uitdaging staan als de 3 landen in het Caribisch deel.
en door hun schaal nog een bijzondere uitdaging zijn. En ook om die reden denk ik dat wij ook als landen elkaar ook nodig hebben. Ik denk dat wij als het land Nederland voor de Caribische uitdaging die wij ook hebben voor onze openbare lichamen, ook heel erg de aansluiting en de verbinding met de drie Caribische landen. Dus ik zou niet alleen maar een nietje willen hebben door vier landenplannen, zal ik maar zeggen, maar juist ook via die coördinerende bewindslieden, ook omwille van onze eilanden, ook naar de verbinding daartussen willen kijken. Want ik denk dat daar de kracht zit. Ik zie daar geknik bij dat we nadruk ook naar de ik wil de BES-eilanden nog maar steeds zeggen, maar Caribisch-Nederland-eilanden kijken. Hebben we dan voldoende, ik zeg nog even, meneer Rosari zei ja, graag voorbeeldwet. Dus dat is, gaan we doen, zegt meneer Bosman. Hebben we dan voldoende voor de afsprakenlijst? Ik zie meneer Koeijman. Ja, dank u wel. Ik vind het heel belangrijk dat we hierover praten. Maar eigenlijk is de discussie vrij simpel. Climate change, die raakt ons allemaal. Er is al naar voren gebracht dat de consequenties voor Aruba, Macau, Curaçao en de rest drastisch zullen zijn. Maar dat is ook voor de hele wereld. Eigenlijk, het is een kwestie van gewoon doen. Je hebt geen keus. Want stel dat wij niks zouden doen. Stel dat alleen, ik praat nou even voor Curaçao. Stel dat Curaçao zeg maar heel onverantwoordelijk is en niks doet. Wat gaat er gebeuren? Dan krijg je straf. Ik bedoel, je kan je hier niet verschuilen. Dus naar mijn mening moeten we gewoon een simpele afspraak maken. En gewoon uitvoeren en zorg dragen dat wij in zoverre we zeg maar anderen kunnen motiveren. Want zoals jullie weten heeft Amerika lang gestribbeld tegen zeer belangrijke dingen. En hun industrieën die veroorzaken veel, veel meer schade dan wij samen ze eigenlijk kunnen doen. Het is een kwestie want dat langzamerhand de hele wereld beseft dat als je niks doet, iedereen de dupe wordt. Dus eigenlijk is voor mij de formule om te komen tot de formule om te bewerkstelligen dat we eigenlijk onze input kunnen geven om gewoon uit te voeren hetgeen de wijze heren ons al lang proberen duidelijk te maken. En dames, ja, dank meneer Koeijman op deze aanvulling. Ik denk dat de griffiers aan de slag kunnen en wij komen hiermee terug in de afsprakenlijst. En wat, kijk nog even, meneer Herde. Of we hiermee genoeg afspraken hebben gemaakt. Als ik het goed kijk, hebben we een afspraak over een bewindsman of een vrouw aanwijzen per land. Maar daarmee hebben we nog niet gezegd wat we gaan doen. Dus ik voel toch behoefte om iets verder te gaan dan alleen zeggen van iemand aanwijzen. En dan overlaten van wat ze doen. Ik wil het wat concreter maken. Ja, maar ik zou, want volgens mij heb ik ook iets concreter uiteindelijk samengevat. Namelijk per land een coördinerende bewindspersoon. En vervolgens moet er gekeken worden op welke wijze het Koninkrijk, dus de vier landen aan die, ik spreek even, COP21 overeenkomst voldoen. Dus dat betekent dat het Koninkrijk daar een door middel van die vijf coördinerende of vier coördinerende bewindspersonen gezamenlijk iets over op papier moeten zetten. Dus u verwacht dat die bewindspersonen samenkomen of de koppen bij elkaar steken en dan met voorstellen komen? Nou, hoe ze het doen, dat is natuurlijk aan de regering. Daar gaan wij verder niet over. Maar op het moment dat je als koninkrijk je verbindt aan een verdrag, moet je als koninkrijk duidelijk maken, dit gaan we als koninkrijk doen. En dan ontkom je er niet aan door te overleggen met z'n vieren, hoe gaan we dit als koninkrijk doen? Meneer Bosman. Ja, dan toch om een beetje uit die overlegstructuur te komen, want het is gewoon doen. Er zijn gewoon dingen die gedaan moeten worden. En dan vind ik toch het verhaal dat als je daar je eigen ambitie neerlegt over de klimaatdoelen die je zelf voorstelt, dan is het, lijkt me heel simpel dat we hier één keer per jaar, of het nou in Den Haag is of op een van de eilanden, gewoon met elkaar afspreken dat we dan de cijfers bij elkaar hebben wat we halen. Dan maak je het concreet. Dan heb je ook een toetsbaar moment. Dan kunnen we ook als parlementariërs zeggen, we zitten on track of we zitten niet on track. Als koninkrijk of als land. En dan moet je zeggen, joh, de een loopt te slekken of de ander niet. En dan kunnen we elkaar ook op basis van feiten en cijfers elkaar aanspreken. En volgens mij is dat de meest simpele. In plaats van maar wachten te kijken wat die kabinetten gaan doen. Dat interesseert mij niet. Ik wil weten welke doelen we halen. Mevrouw van Tongeren.
Ja, voorzitter, dat is een prima voorstel van de heer Bosman. Dat we eerst met z'n allen vaststellen hoe wordt ons individuele plan om daar te komen en het vervolgens monitoren. Dus je komt er niet alleen met monitoren, je moet wel zeggen, gaan we dat in de luchtvaart doen, in de industrie, in de landbouw, hoe doen we dat per land? Dus er moet een individueel plan komen voor het Koninkrijk waarin we zeggen voor alle verschillende sectoren, hoe komen wij tot onze afspraken? En vervolgens lijkt het me inderdaad helemaal onze rol om dan te monitoren. Lukt dat? Schiet dat op? Kunnen we elkaar helpen? Kunnen we daar fondsen voor bemachtigen? Maar er moeten twee dingen. Het nakomen van het individuele plan. Hoe gaan we dat doen? En vervolgens monitoren. Dus are we on track? Ja, maar, ik kom mee. Maar als ik het goed begrijp, zeg u, we doen een nietje door die vier plannen. Dat breiden we uit met Caribisch Nederland. Vervolgens moet er natuurlijk wel een conclusie bij dat nietje door die vier plannen. Dit is zoals we Parijs realiseren. Want die vier plannen moeten samen wel optellen tot de afspraak. En dan is het aan ons parlement of vervolgens daar ook uitvoering aan wordt gegeven. Meneer Silveren. Het zijn wel twee dingen. Eén, je komt de afspraken na. En het tweede is, welke projecten kunnen we identificeren tussen de landen waarmee we kunnen samenwerken? Maar dat betekent wel, meneer Herdé, dat de Basic Strategy Climate Change Plan van Europa klaar moet zijn. Dat geldt ook voor Sint Maarten, dat geldt ook voor Nederland. En Curaçao moet ook met zijn energieplan komen. Maar dat heeft Sint Maarten al, dat heeft Europa al. Alleen dan kunnen we projecten identificeren om te kijken of we echt aan de vereisten voldoen, maar ook om te kijken waar we kunnen samenwerken. Anders blijven we praten de hele dag hier en dan komen we er niet uit. Dus laten we ons huiswerk gaan doen, en dat moet ook in de slotverklaring, zodat we volgende keer iedereen een document heeft dat we eventjes doorheen kunnen gaan. Ja. Ja, dus er komt ook nog iets bij als roept de regering op. En dan wat u zegt. Goed. Dan denk ik nu dat we dit onderwerp kunnen afsluiten. Het volgende onderwerp wat op de agenda staat is jeugd en jongeren. Wie daarover? Misschien als eerste meneer Van Laar, omdat ik verwacht dat meneer Van Laar misschien zou richting stemmingen moet. Voorzitter, ik heb vanmorgen al de werkgroep teruggekoppeld. Wat mij betreft is daar niks aan toe te voegen. Ik heb over de lunch geen nieuwe informatie gehad van de landen over wetgeving die geweld tegen kinderen onmogelijk maakt, of hoe zeg je dat? Die dus vaststelt dat je geen geweld mag gebruiken tegen kinderen. Dus als daar nog updates van zijn, hoor ik die graag. En verder. Zijn er aanvullingen op? Nee, dan werkt ook hier ons systeem zoals we dat bedacht hadden. Namelijk in de werkgroep kijken we wat er nodig is. Nou, dat is voor dit onderwerp op dit moment in ieder geval niks. Dus dan is daarmee dit onderwerp besproken. Volgende onderwerp is wellicht wat groter. Economische kansen in het Koninkrijk, inclusief zit. Ik kijk even op de klok. Ik zie dat de Tweede Kamer zo gaat stemmen. Dat de Tweede Kamerleden hier zitten dus even vertrekken. Dus ik stel voor dat we het omdraaien. En dat we eerst onderwijs aan de orde stellen. En ik denk dat mevrouw Jesús Leito als eerste daar het woord over zou willen voeren. Ja, goedemiddag. We hebben in onze commissie inderdaad over de drie punten gesproken. Ik zou even wat verder willen ingaan op het eerste stuk. En dat is het stuk studeren in de regio, studeren in Nederland. Waarbij we afgesproken hebben dat we zouden kijken naar de succespercentages in de verschillende landen. Wat we gezien hebben is dat de minister van Onderwijs, de Nederlandse minister van Onderwijs, heeft een brief gestuurd en hierop gereageerd met het volgende. Dus gezegd dat om aan de geuite informatievoorziening tegemoet te komen, zal de minister OCW een monitor ontwikkelen over studievoortgang en studierendement van studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten die hun vooropleiding hebben afgerond in de Caribische landen, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En ook de openbare lichamen. Het onderzoek vindt plaats in goed overleg met de overheden van de Caribische landen, mede gelet op de vergelijking met de resultaten van studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die elders studeren. Dus dat
dat punt zal, zullen we dan eerstdaags ook informatie over krijgen. In de tussentijd is er vanuit Curaçao en Aruba is er gekeken voor de periode 2013-2015 hoe de succespercentages liggen volgens de gegevens die wij overgekregen hebben van de Stichting Studiefinanciering op Curaçao. Is rond 45% van de studenten die met studiefinanciering van de SSC Duo in Nederland studeren, 45% is succesvol in de verstrekkingsperiode. En de verstrekkingsperiode is 7 jaar na aanvang van de studiefinanciering. Voor Aruba is dat 25% binnen de tijd afstudeert als ze in Nederland gaan studeren. En 90% binnen de tijd als ze in Amerika of de regio gaan studeren. Dus dat is echt een heel groot verschil. Dus het is heel belangrijk dat we inderdaad die monitor zien en ook een goede manier vinden om het goed te monitoren. Sint Maarten had nog geen informatie daarover. Over het algemeen is het zo dat studenten, onze studenten die in Nederland gaan studeren, binnen het eerste jaar van studie veranderen. En dat heeft ook gevolgen voor de kosten en alles wat er omheen zit. Dus dat zijn zaken die toch verder bestudeerd moeten worden en goed gekeken moet worden naar hoe we verder moeten hiermee. De regio, wat we hebben gezien ook voor Curaçao in de laatste jaren, is dat er meer studenten relatief meer studenten naar de regio gaan. Maar de informatie daarover hebben we niet allemaal nog. Dus dat is een punt waar we zeker verder aan moeten werken. En heeft u een voorstel voor het IPCO hoe daar verder aan gewerkt kan worden? Of zegt u dus aan de landen zelf? Ja, kijk, de landen moeten zelf natuurlijk ook kijken. Vooral voor wat betreft de regio. Voor wat betreft het voorstel van de minister, denk ik dat het een goede zaak is. En we hebben dat ook besproken, dat we dat afwachten even. Om te kijken of het op een goede manier gemonitord kan worden. Waardoor de landen ook met elkaar, Nederland en de Caribische landen, met elkaar in gesprek gaan en met elkaar monitoren. Want dit heeft te maken met een veel groter punt wat wij allemaal hebben. En dat is de brain drain. Onze studenten, eigenlijk, je kan zeggen, de beste koppen gaan weg ieder jaar. En dat is dit jaar weer hetzelfde dadelijk in juli, augustus. En dan zie je of dus die percentages waar we het hier over hebben, waar ze heel lang doen over hun studietijd. En daarnaast heb je ook dat ze niet meer terugkeren. Dus het zijn echt problemen die we op een grote schaal moeten aanpakken met elkaar. Dus ik zie het toch wel als een punt voor de IPCO in de toekomst. Goed. Het tweede punt is het punt waar we het altijd al over hebben, al jaren. Maar waar het dus beter gaat met wat betreft de duo en de informatieverstrekking. Maar toch is het zo dat de eilanden hebben gevraagd om een helpdesk. Vooral in overleg met de instanties die daar op het eiland zelf zitten, zoals de studiefinanciering op Curaçao, op Aruba en Sint Maarten. Wij zien toch wel dat het een betere kans van slagen heeft om onze studenten meer informatie te geven, om hun meer te begeleiden bij het terugbetalen ook. Dat er een helpdesk opgezet wordt. Duo heeft aangegeven dat ze dat eigenlijk niet willen doen. Maar wij zeggen, als zij het niet willen doen, doe het dan met de instanties die al bestaan en waar de ervaring al zit op de eilanden. Gebruik de eilanden om dat te doen. Het komt ons allemaal ten goede. Vooral onze studenten die nog steeds heel veel problemen hebben toch wel met de terugbetaling, met de informatie over hun schulden en dergelijke. Dan hebben we het derde punt. Dat is die twee punten zijn zeer belangrijk natuurlijk. En het derde punt is daarbij ook een rekening in de lokale valuta, waar ze dan
kunnen betalen. Dus dat je daarbij het makkelijker maakt ook om de terugbetaling, de gelden te krijgen. Dus gewoon rekeningen te openen op de eilanden. We hebben begrepen dat op de BES-eilanden er een pilot is opgezet. En wij zouden willen voorstellen om dat ook op de eilanden te doen, op de andere eilanden te doen. Dank u. Dan, oh, sorry. Het laatste is het AOW-gat. Daar hebben we ook over gesproken. Nederland heeft wetgeving aangenomen waarbij onze studenten niet of de jaren die ze hier hebben niet in Nederland studeren niet gelden als opbouw voor hun AOW op termijn. Nederland heeft aangegeven dat dat op de eilanden zelf opgebouwd moet worden. Wij hebben op Curaçao hebben wij gekeken naar onze eigen wetgeving om te kijken hoe we daarmee om zullen gaan. Maar in de commissie hebben we besproken en Aruba is het daar eigenlijk niet mee eens. En daar kan ik me ook wel in vinden in de zin van zij bouwen geen AOW op hier, maar zij participeren wel in de samenleving, in de Nederlandse samenleving. En daar is per slot van rekening ook de AOW op gebaseerd. Dat je participeert in een land, en in dit geval in Nederland. Ze hebben grote betekenis voor de economie, ook wanneer ze studeren. En dat is een punt wat toch wel, waar we toch wel wat nader over willen praten natuurlijk. Dus dat was een punt waar wij het dus daarnet ook over hadden. Dus dat zijn de drie punten waar we het in onze commissie over hebben gehad en waarbij we zeggen het is heel actueel, vooral voor wat betreft onze studenten. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we zorgen dat ze terugkeren en bijdragen aan onze economieën en dat dus dat goed geregeld is? Dank u. Meneer Bosman. Ja, ik had even een vraag over dat duo. Waarom er een helpdesk naar de eilanden zou moeten komen en DUO daar moeite mee heeft. Wat ziet u voor rol voor de ministeries van Onderwijs van de landen zelf om daar een actieve rol in te spelen? Zij kennen de studenten, zij zenden ze ook uit. Daar zit de begeleiding in. Waarom niet dat stukje DUO ook binnen het ministerie van Onderwijs van de landen oppakken en zeggen, nou, dan zijn wij daar die helpdesk. En ten tweede voor het AOW-gat. Als ik uit Nederland wegga, ik ga naar het buitenland, betaal ik geen premie in Nederland. En daardoor heb ik automatisch een AOW-gat. Het gaat niet zozeer dat je ergens aanwezig bent, maar dat je de premie betaalt. Het is gewoon premiebetaling. En iedere Nederlander die naar het buitenland gaat en geen premie betaalt, heeft gewoon geen recht op dat jaar AOW. Dat is zo simpel is het in Nederland. Zo simpel is het niet. Maar ik zal eerst het eerste punt waar u het over had. Ik moet zeggen, in onze commissie daarnet was de Nederlandse delegatie niet vertegenwoordigd. Dus dan hadden we dit punt niet verder kunnen bespreken voor wat betreft die duo helpdesk. Maar het punt is, en daar ben ik het helemaal met u eens, for once, meneer Bosman. Dat, geniet ervan, hè. Ja, geniet ervan. Ja, maar het punt is dat, dat is juist wat wij zeggen. Wij zeggen, bijvoorbeeld de Stichting Studiefinanciering is een stichting van de overheid die financieringen begeleidt en die geeft. Dus die hebben ervaring met de studenten. Die weten waar ze zitten. Dus het zou veel beter zijn als de DUO in samenwerking met zo'n Stichting Studiefinanciering of op Sint Maarten en op Aruba gewoon samenwerkt. Dus echt een helpdesk daar positioneert, laat me dat zo zeggen, waardoor het ook veel makkelijker wordt voor de DUO om de studenten te vinden. De laatste keer dat we van DUO hoorden, was dat ze grote moeilijkheden hadden met het tweede deel van de studenten. Ze hebben dus meer dan 1500 studenten benaderd al. En dat is allemaal goed, dat loopt in goede banen. Maar je hebt ook studenten die ze niet konden vinden. En wat is beter om met de lokale stichtingen te werken? Dus ik ben het helemaal met u eens omdat u dat dan voor ons opneemt hier met het DUO en de ministerie van Onderwijs. Voor wat betreft het AOW-gat, daar ben ik het niet met u eens. Want AOW bouw je op
Het is een voorziening en dat bouw je op door je aanwezigheid in het land waar je dus als één gezetene bent. Dus in dit geval, terecht zeggen we van kijk, die student, dat is een sociale voorziening, ja? En die persoon die is in Nederland. Die student is in Nederland, die participeert aan de gemeenschap, aan het maatschappelijk verkeer en daardoor bouwt hij op. Dat is heel, heel simpel eigenlijk. Dus wij zouden heel graag willen dat in die wetgeving die gewijzigd is, dat daar die verandering weer ingebracht wordt en rekening gehouden wordt met deze studenten. De studenten die hier werken, dus in Nederland werken, via uitzendbureau of whatever, die vallen niet buiten de boot. Die gaan gewoon mee met de AOW-opbouw. Het zijn alleen die studenten die hier gestudeerd hebben en die niet gewerkt hebben, die voor die grote moeilijkheden komen te staan wanneer ze met pensioen gaan. Dus dat is het enige. Dus dat is onze vraag ook, om toch te kijken of er iets gedaan kan worden voor deze studenten hier in Nederland. Goed. De vraag is duidelijk. Het antwoord erop nog niet. Ik kijk mevrouw de Souza Kroes. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik wil nog. Het is al eigenlijk al genoemd, maar nog een keertje. Onze studenten bouwen inderdaad in Nederland geen AOV op. En dat is ook voor Bonaire een probleem geweest, studenten van Bonaire. Het is dan ook opgelost door Nederland, omdat het een probleem is geweest. Maar het probleem is juist omdat wij, onze studenten, niet gezien worden als ingezetenen van Nederland. En omgekeerd zou een Nederlandse student naar Aruba gaan. Mevrouw de Souza Kroes, ik ga u onderbreken. Ja. Dit is de stemmingsbel. We hadden gehoopt dat de Eerste Kamerleden al klaar waren met hun stemmen. Dat is niet het geval. De Tweede Kamerleden moeten even gaan stemmen. Dus ik stel voor dat we schorsen totdat de stemming er voorbij is en dan bent u weer aan het woord.